Jacob, Marco en Jaap in de auto van At Once. Je had ze dan natuurlijk al herkend. Zijn jullie dan al heel lang vrienden van elkaar? Wat is At Once? Ik wel. Met jezelf. ik kwam ooit op het idee. Ja? Wij kennen elkaar gewoon doordat we in dezelfde woonplaats wonen. Natuurlijk kennen we elkaar al. Ja. Ook door de muziek. Maar Jacob is bijvoorbeeld mijn eerste leraar geweest op muziekgebied. Oh echt? Ja, hij heeft me leren orgel spelen. En toen kwam ik op het idee omdat ik wist dat ze allebei heel goed zingen. Ja. Om eens een keer te proberen wat met z'n drieën op te gaan zetten. Of nee, met z'n vieren. Lucas er ook bij. Ja. En zo is het eigenlijk ontstaan. Oh. Maar kunnen jullie nu wat Urks doen? We zeggen vieren zacht, niet dat wint nooit te zien van ons, maar stop dat ooit. Der herinnering blijft, maar het gemis is groot. De familieboom leeft altijd stoom. Nee, die boom zal nooit vergroeien. Ja, nu begrijp ik wat je bedoelt. Je komt wel dichterbij. Je zit wel te denken, wat hoor ik, wat zingen ze nou? En wat goed. Ik heb de andere artiesten ook al gesproken. Joke Buijs, Sharon Kips. Hoe is het om met hun samen te werken? Want jullie zitten vaak natuurlijk met andere koren en andere, maar niet zo vaak met andere solisten. Nee, eigenlijk niet, maar dat is wel heel erg leuk. Ja? Zijn ze leuk? Ja, het zijn hele leuke artiesten. En, we kijken er echt naar uit om daar een groot feest mee te beleven. Ja. Met Sharon heb ik wel vaker samengewerkt. Oké. Daar is altijd al gewoon een hele leuke klik mee. Mm-hmm. En we merkten vanmorgen dat het met Joke ook het geval is. Dus, ja. Ja? Gaat het wel goed komen? Dat gaat wel goed komen. Oké, dan ben ik te gerustgesteld. Ja. Anders krijg je van die... ze hadden het over onderbroeken lol. Ja, dat is inderdaad... wij kunnen dat toch niet laten om toch even de humor erin te gooien. Dan wordt het wel erg serieus. Ja, maar kan dat samen geloven en humor? Ja, natuurlijk. Ik vind van wel. Ja? Ik denk dat het voor mij zelfs geldt dat als er geen humor is, dat ik minder snel mijn geloof kan uiten. Want ik vind, als ik niet mezelf kan zijn... Nee. Dan zal ik ook nooit mezelf zijn in mijn geloof. En ik ben nou eenmaal een persoon die in ieder geval probeert humoristisch te zijn. Ja. En ik denk dat het alleen maar nepper maakt als je denkt van oei, ik moet me nou met geloof bezighouden, dus ik zal maar geen humoristische dingen gaan doen. Oh. Ja. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer. De zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heiligen aanbidden. Wat doet dit met je? Want dit is echt voor mij groot, machtig. Ja, heerlijk nummer. Ja, hè? Ja, het zwingt als de neten. Maar wanneer zien we elkaar weer? In ieder geval 22 april. Ja. In Utrecht, Jaarbeurs, At Once. Dank u wel. Heren. Het ging ook nog ergens over, hè? Ja, leuk, hè? Ja, dat is leuk.